Dick, dit is de eerste keer dat we je spreken sinds dat je een paar dagen uit de relatie was. Hoe is het met je? Ja, goed. Het was wel 3 dagen heftig, met een enorme zwelling in wang en bovenlip met name. Dus dat, het eten schoot erbij in. Maar die ontsteking is weggesneden en ja, dat gaat nu de goede kant op. Gelukkig was je er zondag wel bij. Wat heb je gezien van je ploeg? Hele bedrijvige wedstrijd vond ik het. Zeker vanaf minuut 30. Dus in het begin nog even zoeken naar hoe krijgen we nou heel goed druk op Dordrecht. Goed voetballende ploeg vond ik dat. Nou, ik denk dat vanaf minuut 30 tot 75, 80 dat we zwaar de bovenliggende partij waren. En ook daar moet je dan weer kritisch op zijn. We hebben te weinig kansen bij elkaar gespeeld. En de kansen die we kregen waren we niet effectief genoeg. En we gaven het einde nog een goal weg. Waardoor je niet een lekker gevoel hebt met de 2-2. Maar we hebben ook wel wat goede dingen kunnen bespreken. En dat is volgens mij ook de weg die we zijn ingeslagen. En hoe zorgen jullie ervoor dat de energie die wordt geleverd wordt omgezet in grote kansen en uiteindelijk doelpunten? Nou, dat is iedere keer blijven betrainen. En dat is momenten herkennen. Nou, dat doe je door beelden te laten zien. Maar dat doe je ook op trainingsveld. Door oefeningen te verzinnen waarin ze heel veel in dat soort situaties terechtkomen. En uiteindelijk gaat het dan om uitvoering. En dat moet gewoon beter. En dan kom je zondag een oude bekende tegen. Ja. Ja, 2 oude bekenden zelfs. Eentje met Bassie Burm en eentje met Matthias Maurer. Dat was de videoanalist bij Emmen. En die is met Bas meegegaan. Ja, altijd leuk om mensen weer te treffen waar je lang mee hebt gewerkt en goed mee hebt gewerkt. En Roda doet het gewoon heel goed. Dus nee, prachtig affiche. Ja, want hoe kijk je naar zijn ploeg? Dynamisch. Ik heb natuurlijk wel een. We hebben 5 jaar samengewerkt, Bas en ik. Dus ik heb wel een idee hoe hij naar voetbal kijkt. En dat zie je gewoon terug in die ploeg. Daar zijn veel positiewisselingen. Het is direct spel met bepaalde accenten. Zij laten ook ruimte op het veld. Dat zag je ook afgelopen maandag, hè, waarbij Eindhoven gewoon heel veel kansen kreeg door de ruimte die Roda ook liet. Dus ja, ik verwacht een ploeg of een wedstrijd tussen 2 ploegen die willen voetballen. En wie is er zeker niet bij? Tika de Jonge is er bij ons zeker niet bij. En Leandro Bacuna is een groot twijfelgeval. En voor de rest moeten we kijken hoe jongens de training nog verteren vandaag en morgen. En dan heb ik het met name over Tijmen Blokzijl en Foventurij. Maar dat ziet er goed uit. En dan hebben we zondag weer de support van een bijna vol uitvak. Hoe kijk je daarnaar? Ja, geweldig. Dat vind ik ook in het stadion. Groot compliment voor iedere supporter van FC Groningen. We kunnen ze nog niet altijd geven wat we willen en wat zij heel graag willen. Maar blijf ons die support geven, want dat is natuurlijk een enorme boost voor iedereen. Dus echt een groot compliment.